Helemaal, ik ben Wendy en vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En dit keer ga ik iets doen wat ik echt meer dan een jaar geleden voor het laatste heb gedaan. Het was namelijk iets van een soort van serietje en ik vond het zelf onwijs leuk. Jullie vonden het ook heel erg leuk. Het is ook een tijdje geleden een paar keer aangevraagd of ik dat weer een keertje opnieuw wilde doen. En ik zat er zelf eigenlijk ook aan te denken. Dus vandaag ga ik dat weer doen. En jullie hebben het natuurlijk al lang in de titel gezien, maar ik ga weer eens een pintest video maken. Wat houdt het in? Ik heb pins gevonden op Pinterest, waar je dus allemaal leuke inspiratie kunt zien. En soms heb je er echt van die perfecte pins tussen zitten of DIY's en dingen. En dan denk je van ja, kan dit wel? Kan je dit wel namaken? En dat ga ik vanavond dus uitproberen. Ik was een beetje aan het rondzoeken op Pinterest en toen zag ik deze pin langskomen. En dit is echt zo'n mooie, leuke, zachte, grote, grove deken. En het zag er heel erg leuk uit. En toen dacht ik, misschien kun je die zelf ook wel maken. Dus ik ging even verder kijken. Toen zag ik allemaal video's staan van hoe je dat kan maken. Ik ga het vandaag eerst proberen met een filmpje. En dan ga ik kijken of dat gaat lukken. Ik heb namelijk nog 2 van zulke grote rollen. En in dat filmpje gebruiken ze wel groter, soort van echt wolachtig spul. Maar dat heb ik niet. Dit heb ik dus nog wel liggen. Want een paar jaar geleden, toen was spaghetti haken helemaal het einde. En daar deed ik mijn moeder en mijn zusje ook aan mee. Dus heb ik deze rollen nog. Ze zijn allebei grijs, mooie kleur. En dit is toch wel iets zachter stofje. Dus dat lijkt me wel wat lekkerder. Dus ga deze denk ik gebruiken. Om dit te gaan uitproberen. En ik ben heel erg benieuwd of het lukt. Want het wordt natuurlijk winter, het wordt koud. Nou, dat is het al. Ik zit ook lekker knus hier. Met een bakje erbij. Wollen sokjes. Wow, dit matcht. Ja, ik heb wel een kort mouwshirt aan. Omdat ik dus mijn armen nodig heb om dat te doen. Met de trui kon dit niet. Dus dat is een beetje fris. Maar het komt allemaal goed. Ik ben heel erg benieuwd of het gaat lukken. Heb jij nog een pin die ik de volgende keer moet uitproberen? Want ik wil het zeker vaker gaan laten terugkomen. Laat even weten in de reactie. Stuur het linkje door. Een foto ervan. Of leg het uit hoe ik het kan vinden. Laat me weten. Want het lijkt me heel erg leuk om een keertje voor jullie een pin uit te testen. Die jullie afvragen van lukt het wel of lukt het niet? We gaan nu beginnen. Oké, ik heb hiernaast dus het filmpje staan. Het eerste wat ze doet is het touw pakken. Oh, dat moet echt helemaal uitrollen. Want anders gaat het niet goed komen. Dus even uitrollen. En dan moet je 4 armlengtes pakken. Dus je moet je armen spreiden. En dan 2, 3, 4. Nou, omdat dit dus veel dunner is dan dat van haar, doe ik altijd extra erbij. Want misschien heb ik dan meer haken nodig, weet je wel. Dus ja, voor de zekerheid. Ik kan altijd nog afknippen. Het ziet er dus niet zo moeilijk uit. Maar ja, je weet het maar nooit met zulke video's. Je moet het als eerste zo in je hand pakken. En dan zo dit eromheen. Dit is gelukt. Oké, dus ze heeft dit al gedraaid. Dan is dit gedraaid zo. Dan doe je het onderdoor. En pak je dit. Oké. Oh, dan schrijf je die er overheen. Logisch klinkt het. Dat laat je los. Dit trek je aan. Oké, volgens mij is dit toch gewoon tot nu toe al gelukt. Oh, nog een keer. Pak die. Overheen. En trek hem aan. Oké, dit heb ik door. Komt-ie. Nou, hier moet je dus voorlopig even mee door blijven gaan. Als het goed is moet je er 16 van hebben. Dus dat ga ik even doen. Of is het nou een fout? Het wordt al een lekkere armtrui. Armtrui? Armtrui. Ja. Nee. Oké. Weet je wat het is? Je moet het gewoon eventjes door hebben. Als je het door hebt, dan gaat het best wel makkelijk. Eerst dacht ik ook van, hoe zit dit? Maar als je het door hebt, dan gaat het wel. Kijk, deze gaat hier al een beetje strak zitten. Dus ik probeer nu een beetje los te halen. Anders kan ik het straks niet overdragen naar mijn andere arm. Zij heeft dus zeg maar echt zo'n heel dik touw. En dan wordt het al gauw weer lang, weet je wel. Maar dit is niet echt een deken. Dit kan echt niet over mij heen. Dus ik moet gewoon wat meer knopen doen. Dus dat gaat wel goed komen, denk ik. Doe ik dan goed? Nee, het gaat dus nu niet goed. Ik had even afgeleid, denk ik. Oké. Misschien denk je nu echt breien. Dat is toch voor oude oma's. Nou, dat is een soort breien. Dat is armbreien. Maar, weet je, ik vind het best meevallen. Vroeger breide ik ook. Je krijgt hier wel een lekker warm winterdekentje van. Hopen we wel, als het gaat lukken dan, hè. Oké. Nu heb ik nog maar zo'n stukje van het andere touw over. Dus of ik had langer moeten pakken. Of dit is nu wel lang genoeg. Maar ik denk dat het op zich wel lang genoeg is. Dus we gaan verder. Nu moet je dus iets gaan doen met je andere arm. Let op. Oké, we pakken dus deze. De laatste hiervan. Doe hem hier dan omheen. Dan heb je dit. Dan pak je dit
touw van waar de bal aan zit. Hou je deze, dit touw hou je dus vast. Dan pak je de volgende er overheen. En trek je dit aan. Ik dacht dat ik zo goed ging, jongens. Maar dit is echt waar mislukt. Kijk, ik ga wel in de goede richting. Alleen er komen echt vet grote gaten in. Dus of mijn touw zit dun of ik doe het niet goed. Want kijk, een deken met kleine gaatjes prima. Maar niet een deken met zulke gaten. Dan pas je het deen er gewoon doorheen. Oh jongens, dat is toch moeilijker dan gedacht eigenlijk, heel eerlijk. Maar goed, we gaan door. Ik word er een beetje moedeloos van. Ik kan ook zeg maar niks meer mee, nu met twee armen. Ik denk dat ik deze hand er maar allemaal af ga halen. Dan maak ik hier weer steken bij en ga ik weer verder overnieuw. Naar deze stap. Ik kom zo bij jullie terug. Als het lukt. Oké, het is dus gelukt, want het zit hier om deze arm. Ik heb wel echt een tip, want ik zou dit wel echt iets losser doen. Dit kan dus nu niet verder om mijn arm, dus het zit hier opgepropt, omdat ja, mijn arm is te dik voor dit stukje, zeg maar. Maar dit ziet er op zich goed uit. Ik heb op een of andere rare manier, heb ik hier wel twee draden. Maar kijk hoe dat later uitkomt. Ik weet niet hoe dat kan, maar goed. Ik zal het laten zien, want ik had het door. Kijk, dan... gaat het hier fout. Alleen, ik weet dus niet hoe ik hier nu mee zit. Kijk, ik zit hier gewoon ineens met ander touw. Dus ik begrijp het niet helemaal. Mensen, naar de eindstand. Een tijdje verder is dit het geworden. Staan we even in de pool. Waar vind je dat op lijken? A. Een visnet. B. Een haarversiersel of een pruik. Of C. Een deken. Nou ja, ik denk dat dit allemaal niet echt lijkt op een deken. Het is dus zwaar mislukt, dit. Dus ja, je kan gewoon zo kijken, hè. Wat vinden jullie ervan? Ik vind het erg jammer eigenlijk. Ik had me wel verheugd. Maar ik heb nog iets anders gevonden en die ga ik wel even uitproberen. Misschien lukt die wel. Het is ook voor een soort deken. Dus ik ben benieuwd of dat wel gaat lukken. Oh, trouwens... doe het dus inderdaad niet te strak. Stel, het gaat jou wel lukken, denk je. En ga van tevoren naar de wc. Want ik moet dus nu naar de wc. Maar je kan niet echt naar de wc als je dit om je armen hebt. En als je het eraf haalt, dan ben je klaar. En dan kun je niet verder. Snap je? Oké, ik heb dus heel de boel uit elkaar gehad. En hopelijk gaat deze wel lukken. Want deze ziet er al tenminste wat simpeler uit. Ook al zag die andere er ook niet zo simpel uit. Nou... mensen, jullie zien mij alweer snel terug in dit beeld. Maar ik zal dit even proberen te laten zien. Kijk, ik was tot zover gekomen. En nu ziet het er echt wel helemaal chaos uit. Maar op zich, het werd wel wat. Maar alsnog was dit ook een beetje gatig. Ik denk dat het ook echt... ja, ik dacht, het heeft niet zoveel zin om hier een hele dikke voor te gaan maken. Ben ik een paar uur bezig en dan wordt het alsnog niet goed. Denk sowieso dat dit dus te dun was. Helaas. Dat is een leuk idee. Het was probeerbaar, want ik had het nog in huis. En ik dacht... hey, geef het een nieuw leven, want dit wordt toch niet meer gebruikt. Maar helaas is dit niks geworden. Dit lijkt nu ook, ja... wat is het? Een kroontje? Oké, dit kan echt niet. Maar ja, weet je, dat andere leek op een visnet. Het was het gewoon allemaal net niet, helaas. Waarschijnlijk is het dus gewoon echt te dun. Maar ik heb vorig jaar wel andere pintests nog meer gemaakt. En die zijn wel gelukt. Ik maakte daar een keertje allemaal leuke fruit onderzettertjes van. En allemaal leuke dingen. Die zal ik even in het i'tje zetten, want die zijn wel gelukt. Als je dus nog wat voor de volgende keer hebt om uit te testen, laat het me dan zeker eventjes weten. Dan kan ik dat misschien de volgende keer doen. Want ik wil wel weer eens af en toe pintestvideo's. Oké, dit gaat lekker gaan maken. Maar voor nu is dit helaas mislukt. Moet ook een keertje kunnen. Jammer genoeg. Hopelijk was het nog wel grappig om te zien. Om mij te zien struggelen. En ja... dan zou ik zeggen bedankt voor het kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen, te abonneren, te reageren. En tot de volgende keer. Doei doei. Waarom moet het er op filmpjes altijd zo mooi en perfect uitzien? En dit is ook al helemaal niet perfect. En in het echt lukt het gewoon niet. Want ik zit hier nu gewoon met een van onze spaghetti lab. En dan moet ik dus allemaal gaan om dit heen gaan wikkelen. Dus ik ben nog wel eventjes bezig. Yes. Niet alles is zo leuk als het lijkt. Zeg ik het goed? Ik weet het niet.